zijn vandaag al even snowboarden. Dat weer. Op de spoor. Snowboarden op de rondom. Nou ja, maar kijk. Vandaag gaan we naar Gent. Want ik vertrek volgende week op ski race. Want mijn snowboard is klein. Hij is te klein. Ik ben gegroeid. Hij is te klein. Ik heb ook nieuwe patas. Dus vandaag gaan we een nieuw snowboard halen. Omdat ik deze snowboard toch niet meer nodig heb. Kunnen we die winter nog eens goed gebruiken. Dan ga ik eens kijken of de skipistes in Gent Sint-Pieters goed leggen. Dan gaan we eens checken of ik daar goed kan snowboarden. Stel ik word weggestuurd. Dat is het fact. 2 dagen geleden is er daar een shooting geweest. Zo is er iemand afgeschoten. Vandaag gaan we een nieuw snowboard halen. En ik ga snowboarden in Gent Sint-Pieters. Ja. Domme ideeën. Sterk. Alles wat wij doen in deze video is uitgevoerd door professionals. Een heel dom idee. Heel dom. De pistes leggen er goed bij, zoals jullie zien. Veel snel. Hoe dom ben ik? Ik ga binnen een week op skireis. Als ik hier met mijn arm breek of mijn pijn of zo. Fuck. Zoals ik al zei, ik ben een professional. De Nina. Dit is de piste die wij vandaag gaan hebben snowboarden. Niet op deze, op die. Het ziet er goed uit, veel snel. Hij is wel lang, snap je? Er is geen optie om te stoppen vanaf dat ik begin met slieren. Ja. Ik ga het niet moeilijk doen of lang tijd rekken of zo. Toch de laatste keer rekken snowboard van gebruiken. Voor de mensen die nog niet weten, carnaval terrein. Stel jij bent daar ook tussen 2 en 12 februari. Ja, dan gaan we samen snowboarden. Ik ben hier echt niet klaar voor. Dit is echt een heel dom idee. Als je bij je mama zit, ga nu even alleen gaan zitten of zo. Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen door mensen die het zelf hebben gedaan. Uit. We gaan ook snowboarden. Kom maar, voorzichtig. Nog een keer. Maar ik moet blijven recht staan, snap je? Wat heeft u, kontje? Biedt bij u? Snowboardende. Snap je? Dat staat hier. Maar we zijn aan het trainen voor volgende week. Van uw voeten doen? Dat is snowboard. Ja, maar dat interesseert me niet, want dat is goed van een moeder. Maar ik ben toch niks verkeerd aan het doen? Ik ben blij dat ik een keer op film gezet heb. Ik ben toch niks verkeerd. Dus kunnen we dat keer goed bekijken? Ik ben toch niks verkeerd aan het doen, meneer? Dat mag niet, meneer. En waar hangt dat ik hier niet mag snowboarden? Nou, zo direct zien, hè. Hij is goed. Ik ga daar wachten. Misschien kan ik nog even snel een piesje doen. Een piesje doen? Het zal alleen een druk zijn, maar een piesje. Een flesje, een piesje. Komen jullie hier nooit snowboarden? Ja, jawel, maar ik ga volgende keer op skireis. Een roltrap ding toch niet voor het snowboarden, hè? Ah ja, ik weet niet, ik heb geleerd dat dat ook kan. Het is goed gelukt, hoor. We hebben dus blijkbaar de spoorwegenpolitie gebeld. Vraag ik dan zo van, hey, er zijn 2 jonge heren aan het snowboarden op spoor 8. Spoor 8, 2 heren aan het snowboarden. Snowboard heeft het wel overleefd. Ik denk dat we straks zeker nog een keer kunnen. En snowboarden op de roltrap. En hij vindt dat blijkbaar plezant. Dat is ook geen nieuws. Hij had niet van gehoord snowboarden op de roltrap. Ja, maar kijk, snowboarden op de roltrap. Ja, het was wel een succes, denk ik. De pistes liggen er goed bij dit jaar. We zijn gewoon weggelopen. Oh, fuck hun, snap je? Ik wil niks verkeerd aan doen. Dan sta je nergens dat je niet mag snowboarden op de roltrap. Dus fuck dat. Nu gaan we een nieuw snowboard gaan kopen en straks ga ik hem misschien nog een keer doen. Deze mannen zijn van Securail, deze de spoorwegenpolitie en deze mensen dragen zware 9 kaliber geweren.
Dus ik kon niet meer zo stoer doen, wat snap je? Dan gingen ze mij gewoon neerknallen. Safe! De plank naar beneden. Probleem? Wil de plank naar beneden van het glijden? Nee, ik was aan het snowboarden. Ja. Maar meneer, dat was niet slecht bedoeld. Hè. We hebben ook gekeken dat we niemand in gevaar gingen brengen. Snap je? Ja, ik heb een nieuw snowboard gekocht. Maar ik ga het nog niet tonen. Ik heb ook een nieuwe zak gekocht. Wat fuck deze zak. Ik heb dus een nieuw snowboard gekocht en het is al donker nu, maar ja. Nu ben ik weer broke voor de komende maanden, maar you got a new board, boys. Tot de halte van deze trein is station Brugge. Nice. Ja, dus het bord is rood. Nice bord. Het is van Santa Cruz. Cool. Nice board. Very nice. Ik ga een giveaway doen van mijn outboard. Psych. Ik ga die verkopen ofzo. We gaan terug naar Blankenberg. Ik weet niet wat ik vanavond nog ga doen. Maar ik denk dat ik naar een feestje ga in Brussel. En ik ga daar dan ook al een beetje filmen ofzo. Nice board, boys. Ik ben onderweg naar een feestje in Brussel. Ik heb geen ticket. Oké. Momenteel Brussel-Zuid, geen ticket. Ik weet nog altijd niet of ik nu ga of niet, maar ik denk nu dat er nog een andere optie is, want mijn eerste trein is om 7 uur. We hebben een ticket gefixt. Heel raar.